Heb jij als ondernemer moeite om in het Engels te spreken of te presenteren? Redding is nabij. Welkom bij 7D-TV. Is jouw Engels al top? Gun jezelf, get it? Top, gun jezelf nog meer plezier in het Engels. Join me, Buffy Duberman, at communicationnation.com. Your new home for coaching, community, and confidence in English. Ze is mijn gast, Buffy Duberman. Buffy, wat leuk om jou weer in de studio te hebben. Ja, heerlijk om hier te mogen zijn. Welkom. Even één vraag om te openen. Ik heb natuurlijk enorm geresearched, want we hebben elkaar weer een tijdje geleden aan elkaar spraken. Ja. Heb jij Tom Cruise echt gekust? Ja. Vertel eens. Ik was heel jong. Hij was in allereerste film, Risky Business, aan het filmen in de buurt waar ik woonde. En mijn moeders vriendin, het was haar huis waar het gefilmd was. En ik had een tussenuur op school. Mijn moeder zei, hey, zullen we even langs de filmset gaan? Misschien is het leuk dat je dat even ziet. Ja, leuk. Dus ik was gegaan en ik zag een heel vrolijk man. Die was koekjes aan het bakken in de keuken. En dat was Tom Cruise. Maar ja, ik heb hem nog nooit eerder gezien. Niemand kende hem. Nee. En die leuke caterer heeft mij een rondleiding gegeven. En dan, wij zaten op zijn bed. En ik zou het nooit vergeten, het was dag, overdag. Maar in zijn slaapkamer zat er uit als het nacht was. En dat vond ik zo waanzinnig, zo'n idee, dat je had een nachtgevoel over. En dan ging ik weg en een hele dikke kus en een knuffel en leuk. En dan, toen kwam die film uit. En hij was de ster, maar de hele tijd zei ik tegen mijn moeder, die cateraar kan heel goed acteren. Ik dacht de hele tijd, hij was de chefkok of zo. Ja. Dus dat is meteen een korte introductie van Buffy Duberman, opgegroeid in Amerika, Amerikaanse. Ja. Ja. Altijd wel gebleven ook eigenlijk. Je bent en Nederlander geworden, maar je bent ook Amerikaan gebleven, hè, toch? Ja, ik heb twee paspoorten. Oh, je hebt nog twee paspoorten? Ja, en Hart heeft vier kamers en ik heb twee paspoorten. Kan. Hoe lang ben je al hier? 31 jaar. Hmm. En voor die paar mensen die zitten te kijken en die nu al twee minuten heel denken van wie is dit? Wie is dit? Hoe leg je dat in het kort uit? Ik ben personal English coach van Fabulous People en ik ben course creator en schrijver en consultant. En mijn missie is om dat we dit eng uit Engels halen. En wij noemen het gewoon Els. Dan is Engels gewoon Els. Zonder eng. En Els is heel leuk. En Els is super, super nuttig. En Els? Dat is kort voor Engels. Nee, maar als je hebt het woord Engels. Ja. En je neemt, als Engels eng is voor jou. Je neemt eng weg. En dan heb je gewoon Els. Elsie is leuk. That's my humor. You'll get it one day. Ik heb hem. De belangrijkste reden dat ik je heb uitgenodigd. Straks ook nog meer weten, maar het belangrijkste. Beginnen bij het belangrijkste. De Communication Nation. Yeah. Als we dit publiceren, deze video, dan is het zeg maar brand new, net open. Yeah. Als we dit opnemen, is het nog gesloten. Dus voor jou super spannend. Yeah. Wat is het? Vertel, want je ziel en zaligheid zit erin, hè? Ja, ik heb er 3 jaar aan gewerkt. Het is begonnen met, ik krijg zoveel verzoeken voor personal coaching. Ik heb heel veel klanten die zijn CEO's of vaak in de media en mensen horen een verschil in hun Engels en dat willen ze ook. En ik krijg heel veel verzoeken, maar ik kan niet iedereen helpen en niet iedereen kan investeren in personal coaching. Nee, want je bent niet de goedkoopste ook. Nee, I'm worth every penny. I mean, can you put a price tag on confidence? Nee. No, dus. Dus ik dacht, ik neem alles wat ik weet en ik ga dat gieten in een prachtige, leuke, echt Buffy-style vormgeving. En ik heb, long story short, ik heb er 3 jaar aan gewerkt. En it's the world's first. Zoiets bestaat niet in de wereld. Maar de allereerste in de wereld een membership platform en een community en een app. Alles over business English. Maar er zit ook een hele groot stuk in mindset coaching. Dat vind ik ook heel belangrijk. Yeah. Dus het heet Communication Nation. And we have the Vocabulary Valley, om hoe je je woordenschat kan uitbreiden. The Grammar Gateway. We have presentation playground, because I want you to play. Let's put the present back into presentations. Zitten meer dan 100 video's in, quizzes, live events. It's nou, ja, ik mocht een kijkje nemen. Yeah. I'm a member. Lucky me. Welcome. Nou ja, sterker nog, ik moet je eerlijk zeggen, en dat is misschien wel het grootste compliment wat ik kan geven. Het is niet eens een betaald interview trouwens. Hè, maar ik was gisteravond een beetje mee te spelen. En toen dacht ik ga hier echt een keer goed voor zitten. Want ik heb er dus ook echt wat aan. Want ik heb natuurlijk ook, ik heb ook flink wat keren per jaar dat ik in het Engels dingen moet doen. En mijn Engels is verre van perfect. Ja. Dus ik merkte met een soort honger. En dat had
had met name te maken, en dat petje af, dat heeft te maken met het kwaliteitsgevoel. Want ja. je komt natuurlijk binnen en je krijgt meteen jou voor je snuffert met een welkomstvideo. Vertel eens hoe je die video's hebt gemaakt. Want dat zijn geen mobile phone, ik maak even filmpjes. Nee. Ik heb 1,5 ton zelf geïnvesteerd. Al mijn geld zit daarin. Ik heb jaren uitgeschreven met dit is echt mijn legacy, dit is echt mijn visie. Het is leren met een lach. Mijn humor is heel belangrijk. Ja, ja. Maar ik ben ook een expert in mijn vakgebied. Ja. Maar hoe kun je dat combineren in een heel mooi, interessante jasje? Door deze hele korte filmpjes, die zijn allemaal onder de 5 minuten, denk ik, in een tv-studio in Deventer opgenomen. Ik heb geweldige jongens gevonden die mijn humor snapten. Ze heten de mannen zonder pak. en ze snapten mij heel erg goed. En het is heel belangrijk om een partner te vinden die jouw visie kan uitbeelden. Ja. En, met greenscreen. Met greenscreen, dus er zitten allemaal decors achter, maar echt gewoon professioneel. Yeah. Waardoor je in allerhand werelden staat en zit. Dus for example, the writing well. Ja, the zit, writing je in de, well, zit je in een waterput. Ik ga schrijven op een professional manier. Maar the writing well, ik kom omhoog uit een put, out of the well. Because I want you to write well, and it's a well, and it's a put. Dus er zitten heel veel taalgrapjes in. En alles gaat heel snel. Alles is ondertiteld in het Engels, dus je kunt het ook volgen. We hebben ook alle video's zijn ook podcasts geworden, dus je kunt ook luisteren naar de audiofragment, je kunt ook de transcript lezen, je kunt daarna ook een quiz doen. We hebben online coaching iedere maand met mij, we hebben ook live events bij Boom Chicago in Amsterdam. It's fabulous. Oké, dus het is meer dan een cursus met fixed materiaal wat ik tot me kan nemen. Je hebt dagelijks contact met een English coach in de forum. Je kunt alle vragen stellen. We hebben mensen die zijn daar om jou te helpen. It's learning with coaching. Oh, je doet het echt met een team ook. Ja. En jij zit er zelf ook live zo nu en dan in. Ja, zeker. Ik heb iedere maand. Ik begin met de kick-off, de welcome party. Want dit is ook een andere soort... Ja, je hebt iets heel slims gedaan met... Ja. Ik kan niet het hele jaar door zomaar lid worden, hè? Het is heel exclusief, maar wel betaalbaar. Dat is, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Het blijft de ondernemerskanaal natuurlijk, CWD-TV. Maar je kan maar een paar keer per jaar kun je meedoen. Ja, we hebben launch week 3 keer per jaar. En in de launch week is de prijs lager voor de eerste 2 dagen. En hoe meer je aan jezelf twijfelt, ben ik het waard. Hoe meer de prijs omhoog gaat. Van ook dat mindset, I want you to believe you're worth investing in. Mm-hmm. En wij beginnen met... De waarde van de cursussen is boven de €3,000. Als ik ze los had verkocht. Yeah. Maar wij beginnen met een ridiculous... I mean, it's ridiculous. Een lage prijs van 1 jaar is 179... Goed zeggen nu, hè? I know. Less than €200 voor 1 jaar of 99 voor een half jaar voor de eerste 2 dagen. En dan gaat het omhoog. En dan bij de tweede lancering, een paar maanden later, gaat de prijs omhoog. Want we hebben meer lessen die we gaan uit... Ik wou zeggen, want het blijft zinvol om langer member te blijven. Zeker weten. Zeker weten. Iedere paar weken komen nieuwe lessen aan, nieuwe features, nieuwe quizzes. Nieuwe modules, nieuwe cursussen, zeker weten. Je hebt vast zitten rekenen als jij 1,5 ton eigen geld ergens in duwt. Dus dat is echt geld wat je zelf hebt verdiend. Ja. Nou ja, mijn kinderen hebben over, in 7 maanden niks gegeten. Ja, ik zie het aan je. Ja. Nee, maar jij verdient bakken met geld, dus je kan het wel betalen. Nee, maar ik bedoel, ondernemen is gewoon... Als je echt ergens in gelooft, dan stop je er ook eigen geld in. Dus dat is wel een soort bewijs dat je er echt in gelooft. Maar dan heb je ook zitten rekenen van wanneer kom je uit of zo. Wat zijn je verwachtingen? Hoeveel mensen member gaan worden van de Communication Nation? Nou, het is heel fijn als ik een soort break-even kan doen in de eerste of de tweede lancering. Kijk, we beginnen ook met een wachtlijst. Dus door die wachtlijst, ik heb een Oh ja, nu moeten we helemaal opnieuw beginnen. Sorry. Goedemiddag. Nee, maakt niet uit. Ik ben ook terug naar school gegaan om te leren, how do you build a global membership community? Ik wilde leren, ik hou van leren. En ik heb ook een runway gedaan van 3 maanden promo, voordat de deuren opengaan. Dus het is al een enorme hype. Er zitten al 400 mensen op de wachtlijst. En dat groeit met de dag om naar binnen te mogen. Yeah. En ik heb ook heel leuke promofilmpjes. Echt super. Ik zag je grandma filmpje. This is Buffyland. And people love it or they hate it. And it's a beautiful filter
Want de juiste mensen vinden mij altijd. Ja, dat is denk ik ook wel. Je hebt ook wel een profiel dat als zolang de meeste mensen jou maar tof vinden. Ik weet wel dat ik in het begin toen ik ging spreken, op podia stond en zo, dan had ik een beetje hetzelfde probleem. Dan had ik altijd zeg maar van 95% van de mensen die vonden mij super tof. Ja, maar 5% die vonden mij ook super irritant. Ja. Dat moest ik in het begin moest daar heel erg aan wennen, maar nu weet ik het gewoon. Oh nee, ik omarm mijn haters. Van, ja? Ik wil niet iedereen pleasen. Nee, the right people, they're not my people. Heb je daar last van, trouwens, in het online? Want jij bent actief online, hè? Ja. Insta met name heel veel doe je. Ja. Heb jij inderdaad last van die haten? Van die dat je flauwe opmerkingen krijgt of van we doen niet zo irritant? Of, tuurlijk. Je spreekt niet eens goed Nederlands. Hoe durf je ons Engels te leren? Oh ja, dat. Oh, of course. Ga eens terug naar je eigen land. Absolutely. Absolutely. Maar dat doet je niks. Nee, hoe ouder ik word, hoe minder ik daarom geef. Ik geef heel veel van heel weinig mensen en dingen. Dat raakt me steeds minder. Ik vind het wel mooi dat jij... ik gebruik een, weet jij ook niet, maar ik ben stiekem eigenlijk een soort fan over jou. Allee. Ik heb niet vaak dit soort fangesprekken, want ik heb er een broertje dood aan. Nee, maar je hebt ooit ergens geschreven of gezegd van over ouder worden. Ja. Van ik zie het leven als een game. Ja. En elk jaar kom ik een level hoger. I'm at level 55 almost. I'm so excited. Er zijn best wel heel veel mensen van onze leeftijd zo'n beetje. Die heel veel moeite hebben met ouder worden. Hè? Oh nee, jij niet, hè? Sweetheart, we are not old. We've just been fabulous longer. That's it. Dat is het, hè? Wat een geschenk dat wij dit mogen doen. En this is na mijn 45ste is alles veranderd. Het is echt de mooiste tijd van mijn leven. Hoe kan dat dan na je 45ste? Ja, omdat ik meer mezelf geloofde. En ik gaf veel minder aandacht aan dingen die mij niet moeten boeien. Mm. Dus de aandacht van mensen, die opmerkingen die ik krijg. Ik ben echt heel transparant. Al mijn foto's die zijn ook allemaal unfiltered. Je ziet mijn grijze haar, je ziet misschien mijn snor. This is me. Take it in. Ik ben echt super... I don't hate myself. En ik denk als je begint iedere dag met... Wat fijn dat ik hier nog een dag mag zijn. In hoeverre ben jij... wat je zegt ook al van ja, ik ben geen juf Engels. Nee, dat is de eerste zin in mijn LinkedIn bio. Yeah. Not an English teacher. Not an If English you're looking teacher. For one, go somewhere else. Exactly. Yeah. Maar jij bent ook een soort, een jeukwoord coach. Maar jij bent ook wel iemand die, toch? Ja, en mensen noemen mij ook een life coach nu. Dat is ook sinds een paar jaar. Maar het gaat over communicatie. En ik heb ook veel native speakers als klanten. Mensen weten dat niet. Maar ik heb klanten in LA en in Engeland. Waar ik help ze, als Engels je eerste taal is, betekent niet dat je een podium kan pakken. Precies. Betekent niet dat je goed genoeg voelt om dat promotie te vragen. Betekent niet dat je echt in gesprek wil gaan over moeilijke dingen. Het is veel meer dan taal. Het is ook over zelfvertrouwen. Het is over mindset. Maakt niet uit hoeveel woorden je weet. Als je niet goed over jezelf voelt... Ja. Je gaat ze niet op een maximale, optimale manier gebruiken. Communication Nation, het gaat dus in februari live. Kan het mislukken? Yes. Mislukken voor mij is niet proberen. Ik heb het geprobeerd. Ik heb alles ingestopt. Ik doe ook een gratis webinar de dag daarvoor. Voor mensen die benieuwd zijn. Ze willen echt even kijken achter de scherm. Hoe is het? For me, true failure is not trying. If I try and I fail, I've already succeeded. Yeah. Want ik durfde iets te doen wat nog nooit iemand ooit heeft geprobeerd te doen. Zie, kom ik een beetje in de klem met mijn Nederlands. En dat is ook iets, omdat ik in de media Nederlands moet praten, wat ik nooit anders doe. Alles wat ik doe is Engelstalig. Thuis ook? Ja. Okay. Ja. Dan we're on the same team. Van alle problemen wat mensen hebben met de media in het Engels of ze willen iets heel mooi. Heb jij in Nederlands? Precies, dit is nu gaande in het Nederlands. Dus dan kom ik ook niet uit mijn woorden. Dus ik weet heel goed is als je super slim bent, super professioneel, super grappig. En dan moet je dat doen in een andere taal. Dan voel je soms niet echt jezelf. Dus ik weet er alles van. Hoe ziet je klantenportfolio eruit, voor zover je die mag delen? Want het is wel een tijd geleden. We kennen natuurlijk allemaal de oude, die iedereen wel kent, waar je mee gewerkt hebt. Raben Kloosterman van Rituals. Ja. Rico Verhoeven, Linda de Mol. Ook zangers en zo, muzikanten veel. Janneke Niesen, Marianne Speer. Ja, Danny Vera. Ik schrijf met Tim Knol. Raccoon. Ik ben heel veel in Goes de laatste tijd met de nieuwe Raccoon-album. Maar je schrijft dan mee ook? Ja, ze komen met hun teksten. En ik het is een soort
Kill Your Darlings. Let's look at the beste woord. Die ik geef heel veel feedback, woord per woord. En het is, je maakt een heel mooi recept. En wij gaan iedere ingrediënt afwegen. Echt, hoeveel gammetjes heb je nodig van dit om echt jouw idee uit te beelden? Dus mijn leven is geweldig. Dus ik kan beginnen met een CEO. En in de avond zit ik bij Rico Verhoeven aan de keukentafel. En daartussen ben ik met Tim Knol aan het appen over zijn nieuwe liedjes. It is a dream life. It's my dream. Yeah. Ik ben begonnen bij de Nonnen van Vught en Regina Chaley. Ik heb daar 11 jaar lang gewerkt. En ik was weggegaan om mijn droom te volgen. En die droom is? Dit is mijn leven. Maar waar is het fijn om met dit soort... Wat maakt het zo leuk om met dit soort mensen, bekende mensen, creatieve mensen die in ondernemersland op hoog niveau... Wat verenigt ze? Wat maakt die groep zo interessant? Die zijn super gemotiveerd. Ze hebben weinig tijd. Dus ze willen resultaten snel zien. En de pressure is super high. Dus je wil alles echt super goed doen. Want je bent gewend om dat in je eigen taal te doen. Dus de eisen zijn super hoog. En daarom heb ik in Communication Nation, je ziet ook zelf de ontwerp, alles klopt. Het is perfect. It is so next level qua design, qua look and feel, qua features. Het is niet, ik film het met mijn telefoon en ik gooi het op YouTube. Nee, this is next level coaching, want dat is wat mijn klanten verwachten van mij. Ja. Ja. En je maakt jezelf schaalbaar, want dat is natuurlijk wat je in feite eindelijk doet. Heb je druk? Heel druk. Hoe doe je time management? Ik heb een calendar bodyguard. Dat is mijn lieve assistant Karen. Zij schrijft ook in wanneer ik vrijheid heb. En ik heb ben iets begonnen 2 jaar geleden. En dat was een van de mooiste zakelijke beslissingen. Ik werk heel hard voor 5 weken. En dan neem ik de 6e week helemaal coachvrij. Heb ik geen afspraken. Dus iedere 5 weken heb ik een week vrij. Waar ik heel veel kan schrijven. Ik boek een hotelletje op het strand. Ga ik uren lopen. Komen heel veel ideeën. Als ik wandel, krijg ik heel veel ideeën. Schrijf ik allemaal uit. En mijn team, die hebben er spijt van. Want na zo'n week bel ik ze op met... Hey, guess what? This is coming at a mastermind in New York. And this and this and this. Dus, Hoe groot is je team? Nou, ik heb 3 PA's. Drie PA's? Ja, maar die hebben allemaal een andere functie. Dus ik heb een head of sales. En zij heeft ook iemand die haar helpt om alle verzoeken te verwerken. En dan heb ik een operations manager, Simona. Zij heeft alles gebouwd van de app, van die mensen, de binnenkant, de achterkant. Ja, I don't know how to call it. Maar dat zijn wel mensen die je inhuurt, neem ik aan. Of heb jij echt mensen op de payroll staan? Nee, iedereen is vaste freelancer, zeg maar. Maar die werken echt alleen maar voor mij. Ben je nog met nieuwe klanten bezig om 1-op-1 dingen te doen? Zeg maar echt van die toonaangevende klanten? Ja, daar mag ik niks over zeggen. Ik heb heel veel NDA's. Maar in wat voor hoek moeten we het dan zoeken? Maar in wat voor hoek moeten we het dan zoeken? Uit de hotel en hospitality industry. Zitten daar zulke belangrijke mensen dat je niet mag zeggen? Ja. Hey, en heb je Mark Rutte al? Nee, en dat was ook de kop van de FD. Ik was in de FD persoonlijk. Mark Rutte, mijn deur staat altijd open. I have been waiting he didn't next call to you. The fax machine for a long time. Nee. Maar hij heeft ook andere dingen te doen. Dat vind ik ook belangrijker dan zijn Engels natuurlijk. Hij moet een land runnen. Maar als hij ooit tijd heeft, I will come to him gladly. Er zitten jonge mensen te kijken, hè, naar 7DTV. Ja. Veel jonge mensen. Dag jeugd. maar ook, er is heel veel, en er is wat ik leuk vind van deze tijd. Er zijn heel veel mensen met ondernemersambities. Ja, goed. Wat ik heel, heel tof vind. Wat zijn ondernemerstips die jij, als jij zo terugkijkt naar de afgelopen 20 jaar, hè, wat zijn nou tips die jij zou kunnen meegeven aan die gasten? Nummer 1, voor mij, be the stupidest person in the room als je werkt met je team. Huur mensen in die veel beter in vaardigheden zijn die jij niet beheerst. Ik kan geen kaart lezen en ik wist dat het tijd was om hulp te zoeken toen ik in 1 dag voor mezelf een workshop geboekt had in Leeuwarden en in Breda met een 3 kwartier tijdsverschil. Ik dacht, misschien is de afstand ietsje groter. Want ik weet niet waar Leeuwarden is. Ik weet niet waar dingen zijn. Dus met mijn team, die leven van Excel, die zijn zo goed in managen. En ik wil dat niet leren. Mijn tijd is te kostbaar. Ik wil niet leren hoe ik een kaart... Dus delegeer. Delegeren. Okay. En in iedere
En heel vaak nee zeggen. Iedere nee dat je zegt tegen iemand anders is een ja tegen jezelf. Ik zeg heel vaak ja tegen mezelf. I honor myself. Omdat ik maak beslissingen die goed resoneren bij mij. En ik durf vaak nee te zeggen tegen heel goed betaalde grote opdrachten. Omdat het voelt niet... Ik voel het niet. Ze zoeken echt een English teacher of iemand die met een standaard boek wil werken. Maandag hoofdstuk 1, dinsdag hoofdstuk 2. That's not my thing. Kun je ook een tip of een les geven dat jij... veel jonge mensen zijn best onzeker. Zoekend. Snap. Dat laten ze op social niet zien. Weet je, die spanning zie je. Dat jammer, is echt zo'n thema. Hè, van... Jammer dat ze dat niet laten zien. Ja, Als we gewoon eerlijk zouden zijn. Hier kamp ik mee. Mm-hmm. Ik ben ook een mens. Mm-hmm. What a beautiful world it would be. Ja. Is er een Buffy die... Want ik ken jou niet zo goed. Laten we eerlijk zijn. Ik kom je ze nu dan tegen. En we vinden elkaar volgens mij heel tof. Ja, altijd leuk om jou te ontmoeten. Ik ben een Ronnie fan. Ja, maar, ik ben jouw fan. Maar als ik ook jou online zie, het is altijd... Ja. Nou ja, als ik jou sta, is energie, enthousiasme, altijd. Humor, bla bla ja. bla. Ja. Is er een andere Buffy ook die wel eens... weet ik veel, die de gezinnen heeft of die chagrijn. Ja, die... Oh my god, of course. Ja? The best days zijn als ik om 7 uur in mijn pyjama mag zitten. Ik ben zo'n kind van 9 jaar. Als ik om 7 uur na het eten, als ik mijn pyjama kan aandoen met mijn Albert Heijn badjas, ben ik de blijste groep in de wereld. Want dan hoef ik niet meer mensen te coachen. Ik ben niet, I'm not my career. I have a fabulous career, but I'm also, ik ben ook een vrouw. Ik ben ook een moeder. Ik ben ook een vriendin van hele geweldige mensen. En ik wil niet verdrinken in mijn werk. Daarom heb ik ook Communication Nation gemaakt. Dat mensen krijgen Buffy in je broekje, zoals iemand dat zei, omdat ik in je telefoon zit. That I did not make that up myself. maar je kunt veel dingen van mij leren zonder dat wij echt face-to-face op jouw kantoor moeten zitten. Ja. Hoe lang blijf je werken? Wat is werk? Wat is werk? Ja. Is dit werk? Ja. Dit kan ik tot mijn 120ste doen. Wat is werk? Laten we er even over praten. Wat is werk? Is het iets... Alles wat ik doe is een verlenging van mijn ziel. Is een verlenging van mijn leven. Ja. Dus het voelt nooit als werk. Nee. Ik hou zoveel wat ik doe. En ik werk met mensen die zoveel houden van wat zij doen. It is... Lucky bastards zijn we. We're so blessed. Amen. Really. En dat beseffen we ook. En dat delen we ook. Wij durven ook successen te delen zonder schaamte, zonder vergelijking. Dat is ook iets voor de jonge ondernemers die kijken thuis. Hello. Don't compare. Mensen vergelijken hunzelf. Ik krijg zoveel berichten met ik wil jouw carrière, ik wil jouw klantenlijst, ik wil... maar ja, ik doe dit al. Mijn eerste Engelse sessie was in 86. So I am on chapter, 34 of my ondernemersboek. Mijn hoofdstuk 1 was ook jouw hoofdstuk 1. Ja. Niet vergelijken. Stay in your lane. Geniet van wat je doet. En geniet van de journey die jij ervaart. Ja. Dat is het. Wat is de URL eigenlijk van de Communication Nation? So die hebben we nog helemaal niet genoemd. It's communication-nation.com. Communication-nation.com. Yeah. Buffy, dank dat je mijn gast was. En heel graag tot over een paar jaar. Tot heel gauw. Ja, dan spreken we elkaar nog een keer. Dankjewel. Dankjewel voor het kijken, lieve mensen, naar deze video. Als je op YouTube zit en als je geluisterd hebt naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. Alles over de Communication Nation, als je op YouTube zit, hieronder in de beschrijving. En trouwens ook op het podcastkanaal in de beschrijving heb ik het een en ander gezet. Zodat je kan kijken wanneer en waar je maar wil. Voor nu, dankjewel en heel graag tot een volgende keer. Hoi. You are so good at what you do. I could sit here for a month. You are so good. It flees voorbij. Oh, Ronnie, we moeten een foto maken. Uh-huh.